met de huidige directeur, Anton van Hoof, terug in de tijd. En die dingen in dat bos daar, daar liggen nu nog oude rotsjes uit die periode dat het dierenpark hier gevestigd was. Daar liggen nog oude rotsjes, daar zijn de drinkbakken nog in te herkennen. Maar hoe komen we er? Overeind klimmen, over onder door. Het is inmiddels kennelijk ook een speelplek voor de jeugd geworden. Maar dit zal ergens een rotsje zijn geweest met een binnenverblijf hier ergens doorheen, waar de dieren dus konden schuilen. En zo zijn er nog een paar van dit soort plekken die de tijd hebben overleefd. Hè? Wat doet u dat, de dierentuin van uw opa nog eens terug te zien? Ja, toch eigenlijk vind ik het geweldig. En aan de andere kant ook toch zeg maar wat trotse gevoelens dat hier de oorsprong nog, zij het wel als een ruïne, is terug te vinden. Hè? En dat die tand destijds en ook dus die tijd heeft overleefd. Begin deze eeuw waren er 4 dierentuinen in ons land. 3 in de Randstad en Burgers Dierenpark in Serenberg. De dierentuin heeft altijd de naam gedragen van oprichter Burgers, de opa van Anton van Hoof. Zijn grootste liefhebberij was het verhouden van fazanten. En meteen ook waren die al in de collectie aanwezig. En in dit huisje, het is in de loop van de tijd wel even iets aangepast, maar in dit huisje werden de eerste soorten gehouden. 4 stuks. En die collectie is na de hand in Arnhem nog uitgegroeid tot wel 40 soorten. Maar daar ligt dus eigenlijk de basis van Burgers Dierenpark. Waarom is uw opa uiteindelijk vertrokken? Nou, Serenberg was heel afgelegen. Het was een hele expeditie om hier te komen. En uiteindelijk vroeg hij om een zandpad dat naar het park leidde te verharden. Want de bezoekers kwamen hier aan helemaal onder de modder. Of vertrokken helemaal onder de modder. En daar werd geen gehoor aan gegeven. En dat was de druppel die de emmer deed overlopen. En toen is hij gaan kijken naar een andere locatie. Arnhem en Nijmegen kwamen toen in de strijd en het is uiteindelijk Arnhem geworden, omdat ze aan de Schelmsweg een heel mooi stuk hadden, vlak naast het Openluchtmuseum, met ook al openbaar vervoer, direct in de omgeving. Met dus in die periode natuurlijk veel betere mogelijkheden. Dit is wat wij noemen de Tijgervallei. En dat is zo'n verblijf uit die beginperiode, uit de 30er jaren nog. En wat is het opvallende eraan? Dat we afscheid hadden genomen van tralies, dat we de dieren ruimte gegeven hadden. Grote verblijven waarin ze konden rennen, konden spelen, konden doen wat ze wilden. Bij het allereerste verblijf moest mijn grootvader zich ook komen melden bij het gemeentebestuur om uit te leggen hoe je beren, ja, met name achter een gracht kon houden. Ze wilden niet geloven dat beren houden zonder tralies mogelijk was. Ze zijn er gekomen en ze hebben tot nog niet eens zo lang geleden over al die jaren heen de bezoekers met hun gedrag vermaakt. De Duitsers wilden de hele stad vrij hebben en iedereen moest evacueren. Mijn ouders kregen de toestemming om de dieren te verzorgen en dat werd toen een strijd echt op leven en dood. In september, gelukkig was er wat voer in voorraad, maar vlees konden we moeilijk houden. Het was zoeken. Slachtoffers onder het huisvee werden hier naartoe gesleept om die dieren te kunnen houden. Vis voor de viseters was er nauwelijks. En deze weg, de Schelmseweg, was de hoofdaanvoerweg naar het front en dus ook heel regelmatig luchtaanvallen hierop. 1 keer een bom boven op het woonhuis hier, een kettingbom was het. Er viel er hier nog een. De volgende die doodde, een van de tijdelijke medewerkers toen, en een stuk verderop werd de vader van die tijdelijke medewerker, die ook hielp, ook gedood. In die periode is zeg maar 2/3 van het dierenbestand of om het leven gekomen of ontsnapt, omdat de verblijven vernield waren. En het was dus een waar oorlogsgebied hier en een waar slagveld in het park.
In de jaren vlak na de oorlog konden bezoekers alleen op afstand zien hoe de beesten er in het echt uitzagen. In die tijd werd elke diersoort apart gehouden. Dertig jaar geleden was de dierentuin dringend aan vernieuwing toe. Burgers was in 1968 het eerste dierenpark met een safari. Bezoekers konden wilde dieren voortaan van dichtbij bekijken. Bezoekers en dieren dicht bij elkaar brengen, dat is steeds belangrijker geworden. Burgers heeft sinds enkele jaren twee totaalsystemen, de tropische bush en de hete desert. Dat is eigenlijk de nieuwste ontwikkeling dus die hier in Burgers van start is gegaan. Waar we zeg maar als het ware een heel systeem, een biotoop nabouwen. En waarin we dan de dieren die plaats geven die ze in de natuur ook in werkelijkheid hebben. Op dit moment wordt bij Burgers Zoo gewerkt aan de ocean, de onderwaterwereld van de tropische zee. Grote zeedieren zijn straks achter glazen wanden te zien. Zou u opa daarvan gevonden hebben? Ik denk dat hij het van harte zou hebben toegejuicht en ik denk dat hij er enorm enthousiast over zou zijn. En daarom zijn wij zo enthousiast dat hij aan het begin van deze eeuw toen al die geweldige visie had waaruit burgers, ja, zeg maar via de traditie als het ware, tot vandaag is kunnen groeien.